De Angisa wordt veelal verkeerd gebonden. Er zijn zaken waarmee er rekening gehouden moet worden bij het binden van een goede Angisa. En dus stapten wij binnen bij het Coton Museum. Wij gingen in gesprek met medewerker Patrick Walker over de correcte bindwijze van de Angisa, die als hoofddoek een belangrijk onderdeel is van de Coton. De Angisa is onderdeel van het cultureel kledingstuk, de Coton. En door de jaren heen heeft het een hele belangrijke en ook mooie transformatie gehad. We vandaag leren hoe de originele, wat de basis eigenlijk is, om elke Angisa te binden. Blijft u kijken. We gaan een demonstratie geven over het binden van een hoofddoek, de basis. Hier ziet u met een hoofddoek in diagonale vouw. Hij is een hoofddoek eigenlijk van 90 centimeter. Heden is het een meter bij een meter, maar hij moet vierkant zijn. En om de basis dan te maken, moet je hem eerst hebben gesteven. Zonder een gesteven hoofddoek met cassavegomma of tapioca eventueel, zou je dus dat hoofddoek niet kunnen binden. Dus een hoofddoek moet gesteven zijn, redelijk gesteven, niet plankhard, maar redelijk, zodat dit toch wel draagbaar kan zijn. En dan gaan we dan over om dan de basis te binden. Ik ga het heel makkelijk doen. Ik ga gewoon een strik erin binden. Waarom een strik erin? Omdat dat een van de eerste hoofddoeken zonder spelden gebonden werden. Maar belangrijk bij het binden is de plooi. Als u kijkt naar mijn handen, dat ik het zo zet. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen manier van bindwijze en zijn plooien te pakken. Dus het hoeft niet specifiek naar van je aanetikking. Want ik doe hem zo, ik doe hem zo. En dan maak ik mijn plooien zo. Als u ziet. En dan keer ik hem naar de andere kant toe, want hij moet gelijk zijn. En dan ziet u dat, kijk u hier. Je ziet dan die plooien. En ik ga weer een tweede. Men vraagt soms hoeveel plooien moet men maken. Het kan 3 zijn, het kan 4 zijn. Is hoe jij eigenlijk de diepte wilt hebben. Jij bepaalt de diepte, maar vaak genoeg is het tussen 3 en 4. Bij het binden van de Angisa is het belangrijk om rekening te houden met de authentieke bindwijze, die ook deel is van het cultureel erfgoed dat niet verloren mag gaan, besluit Walker.